Ik heb de meeste bijeenkomsten meegemaakt. En dat straalt gewoon ook mede door de presentatie van dit fijne team zoveel enthousiasme en positiviteit uit voort. Dat ik graag terugkom. En ik niet alleen. Ik denk dat het een van de dingen die heel erg werd gewaardeerd bij de bijeenkomsten, dat blijkt ook uit de evaluaties die we nu aan het houden zijn, is de collectie die we op deze manier naar voren konden brengen. Dus mensen, wordt attent gemaakt zeg maar, op boeken of films die ze normaal niet lezen of niet kennen, juist op het gebied van werk zoeken, maar dan in een heel brede zin op het gebied van solliciteren, op het gebied van talent, noem maar op. De uitnodiging gezien op Facebook. Ja. Ik was op dat moment eigenlijk helemaal niet zo op zoek naar iets. Maar ik denk, ja, het is wel leuk om eens een keer wat netwerkcontacten op te doen. Ik had inderdaad van het UWV begrepen dat netwerken boven de 40 erg belangrijk is. Okay. Dus ik heb deze kans aangegrepen. Het onderwerp was werkinspiratie. Nou, ik had zoiets van, dat kan ik wel gebruiken. Na een aantal maanden thuis ben je wel toe aan wat contacten. En samen met de boeken zijn er nog wel wat titels die ik graag wil gaan lezen de komende maanden. In de hoop dat ik werk kan krijgen. Een heel waardevol element is dat je de collectie eigenlijk op een andere manier naar voren kan brengen. Dat werd door de deelnemers ook heel erg gewaardeerd. En juist ook de combinatie zeg maar, met de kennis van die de mensen zelf al hebben. Dus die wisselwerking en die verbinding maken. Dus je brengt iets naar voren en mensen reageren daarop met hun eigen verhaal, met hun eigen kennis. Dat is juist wat zo'n groep als deze heel, heel waardevol maakt. Ja. Inspireert om nu toch weer een studie op te pakken. Om in ieder geval de komende maanden aan mezelf te werken en niet stil te zitten. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Het is in ieder geval een heel mooi project geworden. Ja. Met in ieder geval hele positieve reacties van alle mensen. En ik vond het ook een hele mooie manier om de meerwaarde van de bibliotheek te laten zien. En een echte connectie met de collectie die zeer gewaardeerd werd door de mensen die deelgenomen hebben aan dit project. Ja. Waar wij iets voor kunnen betekenen, die we kunnen inspireren, zo heet het project ook. Ze werden geïnspireerd door de boeken en ze werden ook geïnspireerd door de omstandigheid of de situatie waarin we nu zitten. Dus ik denk dat het goed gelukt is. Wees niet bang, wees niet bang. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Begin. Vastberaden, doelgericht. Vastberaden, doelgericht. Of aarzelend op de tast. Op